Hey kijkers, van dus David Kraft. Welkom bij een nieuwe aflevering van Magie met dezelfde groep. We leven allemaal nog steeds. En we zijn hier met Duf, met zijn gigantische Hallo. Grote zwaard. Met Rivé, bijna full chain. We hebben nog steeds hier Jurgen. En we hebben nog steeds hier de man die van bloeden houdt. En dat is Remco. Dan gaan we gewoon lekker springen, jongens. En hopen we dat er niet al te veel spant. Wat? Er is een kist gespand daar boven op het dak, waar de vorige keer een iron sword in zat. Nou, als jij die even gaat pakken, dan lopen wij nog even gauw door dit huisje heen. Kijken of hier nog meer gespand is. En dan gaan we het die op echt. Staat want, ook op het dak. We hebben een afspraak met met de forest. Dat klopt. Maar ik moet toch even deze kist checken voor de zekerheid. Je weet natuurlijk niet, misschien zit er weer een iron sword. Zit een zombie in dit huis waar ik nou ben? Zeg maar, waar we net bij stonden. Goed zo. Even kijken. Die zit er helemaal gek. Oh ja, er staat er inderdaad eentje op het dak. Oh, vet. Ik zie hier boven ons heen. Ha, dat wist ik helemaal niet. Mm-hmm. En er zit een fucking zombie met gear in. Ik sla hem nu naar beneden. Oh, ja. Yep. Heb je hem? We gaan hem proberen te rennen. Hij loopt om. Nou. Oh. Ik loop erin. Dat was even een bummer. Okay. Daar gaat hij dan. En... Ah, chain. Of chain, leather pants. Chain zou heel anders zijn. Dat is even zuur. Ja. Ik spring hier naar beneden het water in. Hoppakee. Dat is feest zijn. Ja. Komen we terug, Duf. Dan gaan we lekker beesten. We gaan lekker looten. Naar Forest. En je wou nog even een korte stop bij McLovinville doen, hè? Ja. Oké. Okay. Even op adem komen. En misschien dat een kist makkelijk te vinden is. En anders gewoon, fuck it. Let's go. Oh, Jesus. Ik ben gewoon... Ik was heel stom dat ik ben gevallen. Dus ik moet even weer een health potion drinken. Ik ben wel de main consumer van health potions vandaag. Jemig. Maar we hebben er gelukkig redelijk wat nog. Ja, dat is waar. Ja, ik heb er nog 12 of zo. Heeft iemand trouwens een broek nodig om te repareren? Iemand een leatherbroek die bijna kapot is? Nee, ik ben helemaal goed. Ik heb zelfs nog een nieuwe over, zeg maar. Nope. Nee? Nou, Revee, dan zou ik zeggen, combineer deze even ermee. Yes. Dan kunnen we gaan. Oké, let's go. Oké. Okay. Staat een zombie op het ijs. Zombies on Ice, nieuwe serie van RTL 4. Wie pakt hem? Wie pakt even met John de Mol bellen, één moment. Oh, we kunnen hem ook gewoon negeren, bedenken in één keer. Ja. Dat was niks, toch? Nee. Goed, volg het ijs dus. En dan komen we er vanzelf, zeggen jullie. Yes. Als goed is het wel. En dan komen we vanzelf en ik loop hem veel. En vanaf daar is het een stuk door het bos. Ja, ik vind het mooi. Kijken, ja. Klopt, dit is denk ik ook de veiligste route zo. Ja, kan je het beste zien waar ze vandaan komen. Gaan we nu eigenlijk ook sneller dan normaal? Want op ijs ga je natuurlijk sneller, maar als je gewoon loopt, gaat het ook sneller. Nee, het ziet er wel redelijk uit als normale snelheid. Maar het ziet er wel cool uit over het ijs. Zo van, yeah, motherfucker. Wel, met chain boots is dat best koud, hoor, kan ik je melden. Dat is zeker waar. Het blijft wel een beetje plakken op die manier. Ook. Oké, dit gaat goed. Moeten maken in Minecraft dat het ijs kan breken en ik het erheen zakt. Inderdaad, zeg gek. Even kijken, McLovinville Forest en dan gaan we naar ons einddoel, Chromuur. Ja. Ja. Please, laten we alsjeblieft een button vinden. Ik wil zo graag een button. Want dan kunnen we echt toffe shit gaan openen. Maar dat, helemaal niks. Niemand van jullie heeft toevallig... Maar een beetje geluk hebben. Kijk even in je E, heeft niemand een button? Nope. Damn. Jammer, man. We moeten echt geluk hebben dat we die nog tegenkomen. Ja. Nou, klopt. Lastig. Maar je bent weer verder als ooit, hè, Duffy? Maar deze keer aan de andere kant van de map. Dat klopt. En Chromuurs, ben je ooit zo hoog geweest als in zo'n Noordland? Nee. Niet? Dus daarom wil ik dan ook door naar Ghostfleet. Dat wil ik gewoon. Ja, heb je dat nog nooit gezien? Nee. Oh. Ja, maar ik Ghostfleet, zeg maar... en dan moet ik de jump map doen, net als bij die Observatory zeker. Oh man, ik scheet hem echt 25 kleuren gek. Laat ik zeggen dat ik ongeveer tot anti-zombie zou komen ongeveer elke keer. En dat ik vanaf daar dood ging. Hey, wie had die iron swords gevonden? Ik eentje en Remco. Zijn dat normale iron swords zonder enchants? Ja. Ah, vandaar. Niet heel veel health, maar het kan ermee door. Nou, je kan er altijd als je zeg maar eentje vindt met weet ik veel wat. Met smite of zo, whatever. Dan kun je gewoon een vol iron sword van maken. Dat is veel beter. Klopt, maar ja, oké, maar smite is wel voor zombies, hè? Ja, dat is waar. Je zit een huisje rechts, jongens. Ah, dit is McLovin, Egg McMuffin. Oh, zijn we er nu al? Ja. Nou, dat viel ook mee. Ja. Het is een beetje ondergesneeuwd, zou ik jullie zeggen. Ja. Ik had verwacht dat dit... Nee, dit is jammer. Ik zei al, we slaan hem over. Maar hoe kom je erin dan? Ik ben al binnen. Andere kant. Oh, cool. Fuck. Ik volg me gewoon heel dood, David. Ja, joh. Trust me, I'm an engineer. Ja, I used to be. Hè?
is zo moeilijk, jongens. Oh, hier is de ingang. Is het zo moeilijk, och och. Zo'n kleine deurduf, dat ze dit niet zagen. Maar hè? Nou, het zal wel, joh. Joh. Ik kan hex. Nou, hier zit niks. Ik wil hier ook niet heen. Hier is helemaal niks te vinden. Dit is gewoon, it's a trap. Wat is dit voor oplichterspraktijk? Hè? Doen we al die moeite hiervoor? Yup. Helemaal van niente. Negatief. Wauw, oké, laten we doorgaan. Weet je, we kunnen hier wel blijven zitten, maar het is heel niet. Wat een stom sneeuwdorp, zeg. Ja. Beetje frozen. Oké, laten we naar buiten gaan dan. Zombie. Dit is echt de grootste, ja, dit is zonde. Goed, de forest. Iemand. Min 1500, min 2000. Show me. Ik ga even mijn waterbottels vullen hier zo. Ik denk dat iedereen het even moet doen. Oh, ja. Het is hier toch gewoon rechtdoor? Het is een soort van rechtdoor hier zo. Oké. Bijna rechtdoor. En plots. Oké. Ik zink naar de bodem door mijn schoenen. Help. Dat zou wat zijn. Dat je minder snel zwemt als je dikke gear aan hebt. Ja. Wel realistisch. True. Maar aan het einde van de dag blijft Minecraft. Dat is zo. Ik ga goed zo, toch? Of niet? Ja, we moeten zolang je naar de min 1500, of 13, nee, 500 loopt, is het goed, ja. Ja, ik weet niet waar ik heen loop. Ik heb F3 niet aan. Dat vind ik lelijk. Ja, we lopen goed zo. Oké. Nou, ik zie nog niks. Ik wacht al even op jullie. Nee, het is nog een stukje lopen. Ik moet nog echt wel even... Ja, loop maar, boys. Ik wacht wel even naar links. Oh. Yes. Naar links. Volg ons maar. Volg de mensen in chain. Dan komt het goed. Zo, nou, de V is wel behoorlijk stacked, hoor. Die heeft goede, ja. Die heeft goede, wapen. Dan heb jij een iron sword. Kun je zombies... De verruilen van wapen. Krijg je een iron sword. Dat is ook goed. Daar zeggen ze geen nee tegen. Oh, ja. Ja, omdat jij toch voorop loopt, dan is het een beter wapen. Is alleen maar handig. Oké. Okay. Hey, zit hier nou een heuvel? Ja. Wow. Hm? We moeten ook over een heuveltje heen. Dan zijn er nu 200 blokken ongeveer vandaan. Dit achter deze heuvel vinden we als goed is een heel mooi... Goed, dus kan je het zo meteen laat al zien als je op die heuvel bent. Ja, grote open vlakte gaan we zien, toch? Met allemaal huisjes onder het dikke bomen en huisjes. En... Vorige keer ging het ook mis bij een soort van boomdingen, hè, David? Dus... Oh god, hou maar op. Het is dat we zelf nog niet dood vielen, maar die andere gozer die had helemaal geen last van kuilen. Nee. Dat is iets van, wat zijn dat? Oh, lachen, man. Wonderblokjes. Je had Red Bull genomen, letterlijk en figuurlijk. Ja. Found it. Yes, we got it. We zijn er. Nice. Ja, ook kan, die bomen. Je kan de verschillende bomen zien. Ja, okay, ik ben wel benieuwd of je de bomen in kan, eigenlijk. Je kan, de middelste boom kan je inklimmen, voor een deel. Wat? Deze huizen zijn ook mooi. Yep. Oké, wie checkt het rechthuis? Birko? Ja, Birko staat er al. Ik pak dan ga ik naar links toe. Ik pak de middelste. Maar je zei dat je in welke boom je kan... als het goed is in deze middelste grote boom, heb je een bepaalde weg waardoor de in kon. Of was die achterste daar? Eén van de twee. Zombie! Get him. Ja, yes. Okay. Ja, dat is niet zo moeilijk. Dat komt goed. What the fuck, dat is echt een huge ass. Ik ga hier dit huisje in. Ja, ik ga de fontein in. Of nee, dat kan hier niet. Never mind. Oh, ik heb in ieder geval eten gevonden. Het is in ieder geval wat. Ik hoor iemand hits krijgen van een koud tafel. Jij zit in het huis, hè? Ja, ja. Ook het dak op klimmen. Er zit een kist op het dak. Oké, ik ga mijn best doen. Dan ga ik deze toren in. Voor mij heb ik de food update gevonden ofzo. Godverdomme. Ik heb chain leggings. Wat? Chain leggings. Chain leggings, yes. Netjes. Dat betekent een V full chain. Oeh. Nice. En hebben we gewoon een echte tank. Ja. Dat lijkt me het verstandig. Ik vind Duffy mooi hoor, een echte tank. Je zei het dak op, maar... Dan kan ik de tactiek afkijken. Jongens, ik vind in één kist een half iron sword, een half chain chestplate en een halve chain boots. Dit is... super ziek. Ja, dit is lekker looten zo. Goeie. Ja, ik heb een chain helmet gevonden. Hoe zou je maar chain vinden, joh? Ik vind letterlijk een bandage. Oh, dat is toch ik heb ook bandage gevonden. Zo moeten wezen. En 12 pijlen. Het dak is... op en... Oh, iron helm. Nee! Wie zit er in het midden in dat huisje hier naast mij trouwens? Dat is, in een huis hier, ik, maar... Revee, op het dak zit ik ook nog een kist. Ik heb twee iron chestplates. Iron sword smite, twee iron chestplates. Wat? Yes. Oké, fuck jullie allemaal. Ik ga er ook chain aan doen, want ik geloof het wel. Ik hoor het al. Dat iedereen heeft voor mij dikke gear. Bijna helemaal mooi, hè? Ja, het zijn onder die middelste boom trouwens, wat Revee net zei waar je in kon, staan drie zombies.
Voor het geval dat jullie interesse hadden om erin te gaan. Even, ik hoorde ik het net goed. Twee iron chestplates. Twee. Yes. Nee, chain heb ik. Je hebt twee iron. Twee iron chestplates. Eentje voor de helft en eentje iets minder dan de helft. Nice. Wow. Ik heb een iron sword, smite 2, knockback 1 gevonden, jongens. Oh my god. God damn it. Zat er wat in die fontein? Hier zo? Nee. Okay. Nee. Ik pak dat huisje daar. Kan ik even een backup hebben van iemand? Welk huisje? Jurgen, ga je mee? Ja, sure. Ik ga ook wel mee, hoor. Oh, ik heb hier het huisje al gehad, dus... Oh, en daar zat nog een of andere ruïne. Ja, die toren ben ik al geweest. Oké, er zat niks in? Daar zat die chainbroek in. Ah. Oké. Okay. Je bent een keer zo op het dak vergeten. En nog een iron sword smite nee, in. Ik weet niet hoe ik erbij kom, jongens. Zeg net. Oh, wacht. Ja, let me check. Ik dacht dat het zijn. Oh, ja. Maar denk je een... Ga jij naar beneden? Denk je de zijkant ergens en dan een jump maken of zo, maar... Nou, ik hoop dat jij meer geluk hebt, want ik heb helemaal niks hier, hè? Ik heb een wortel. Zo. Ja. Ja, dit was melk. Nee, dit was niks. Nee, Wie wilde trouwens die tweede chain? De iron. Vanuit mijn ervaring zou ik heel graag willen dat Duffy gestekt gaat worden. Dat bevalt mij meestal wel. Hij houdt ook van die druk, zeg maar. Gotta love it. Ja. ik gooi dat maar, kan, maar ik ben nog even in het huis van een V aan het spieken. Naar een weg naar boven, want... Ja, ik kon het niet vinden, maar ik denk dat je via een bepaalde zijkant zo erop moet. Denk ik. Kijk. Ik kom weer naar beneden, Jurgen, hoor, want het is echt drie keer niks, dit huis. Ja, ik ben op de rest van het huis was helemaal Oké, mooi. Gaat hij dan? Oh my god. Wat zit erin? Chain leggings en twee keer een iron sword met smite en knockback. Nice. Dit gaat goed, dit gaat lekker. Mijn iron sword begint een beetje op te raken. Ja, ik heb een gloednieuwe voor je, bijna. Is meer als de helft. Okay. Ik ga even dit ene huisje in waar ik net in zat. Daar zit nou ook al iemand in, zie ik. Revee namelijk. Hier zat ik net in. Ja, maar je vergeet weer die op het dak, dus die pak ik wel even. Nee, ja, daar was... Die gaan pakken. En die is ook weer geherspand. Ja. Blijkbaar. Die hier op mijn dak melk daar is ook weer geherspand, dus ik ga er ook... Moet iemand nog leather boots? Nee. Ja. Leather helm voor iemand. Ik heb ook een smite 1, knockback 1, iron sword. Dat is echt insane dit. Ja, ik heb er twee. Ja, ik heb er dus ook één. Zullen we even doorgaan met looten tot we allemaal full chain hebben? Want dit gaat echt super snel dit. Ik ga even naar mijn dak. Van het vorige huis. Oh, daar gaat Jurgen al heen. Dat is ook goed. Oh ja, ik zit in de... Nee, je moet naar boven gaan. En boven kan je lianen kan je naar de top. En de kist hier, die had je ook gevonden, hè? Zei ja. Ja. Oké. Kijk maar, ik zal even de broek aantrekken. Oh, waar is de broek al hier? Hoppa. Jurgen, ik gooi voor jou hier bij dit huisje waar je nou in zit, gooi ik beneden even 12 pijlen neer. Ik heb hier een helm voor je. Ik moet even samenvoegen met de helm die je al op hebt. Maar die heeft inderdaad wel klappen gehad, ja. Ik heb ook nog eentje over, ik weet niet, ja. Ja, ik heb er al twee, maar bedankt, denk ik. Ja, daarom. Iemand moet ze hebben. Wat? Oh, ik heb ook dit over voor je. Mag je ook, ik weet niet, ja. Nee, ja, die moet ik maar dumpen, want Ik combineer ze wel even zo, dan heb ik wie had, heeft iemand nog een zwaard over? Ja, daar heeft er genoeg. Ja, want mijne begint een beetje op te raken en ik vind het zonde als die weggaat. Ja, dat is een half... Achter je. Sorry Duff, ik sloeg jou. Okay. Maar zou je GV niet ook een knockback sword geven? Ja, ik heb er één over. Deze heeft plus 6 attack damage, ja? Ja, maar met knockback en met smite. Alsjeblieft, achter je GV. Oh. Ja. Moet ik die combineren ermee of niet? Nee. Zullen we loslaten? Laten we maar... Oh, je staat nog een kist bovenop trouwens, waar je zit. In die gevonden, Jurgen? Jawel, maar ik heb de goede spullen eruit gehaald. Er zat nou niks meer in. Ik heb nog een iron chestplate voor iemand. Een iron chestplate? Doe maar aan, Duff. Hop. En ik heb nog chain leggings. Goddammit. Waar hadden jullie die iron gevonden? Want dat is wel echt heel erg epic. Ja, bovenop die daken, denk ik. En voor mij, ja, welk dak vond je dat? Ja, dat ben ik ook wel benieuwd naar. Die iron zat in dit huis. Hier zo gewoon, letterlijk gewoon één chest zit erin. Zombie. That's it. Hier zit gewoon één chest. Laten we hopen dat er nog eentje in zit dan. Nee, er zit nou alleen suiker in. Suiker, dat is een speed potion. Ja, ik heb hem meegenomen. Dus je wordt zo. Oh, er zit alleen maar suiker in. Oh. joh. Nou ja, dus zijn wij blij mee. Met twee iron chestplates. Ik ga hier ook nog wel even een keertje kijken dan. Waar Duffy met teleurgesteld was, zeg maar. Nee. Hier vond ik twee keer een iron sword met een chain leggings op het dak. Oké.
Oh ja, dat was deze. Alleen het is een beetje een moeilijke weg naar boven, maar als je hem eenmaal weet. Oh, we hebben shotpo XP. Dus... Dat is toch lachen, hè? Dan krijg je als jij zombies kill, toch? Of bedoel je zo'n bottle? Bottle? Ik weet niet. Zo'n bottle iets of zo te pakken. Oh, nice. En die gelijk ook weg. Jongens, jongens, jongens. Ik vind alweer een iron sword, een boog en 10 pijlen. Lol. Ik ga kijken of ik deze boom in kan. Nee, ik weet niet of je de boom in kan eigenlijk. Misschien was het ergens anders waar ik het herinner hoor. Ik wel met een kist op mijn dak. Ik sta wel op het dak hier, maar er staat geen kist. Dat is echt super zuur. Jammer. Wat willen we? Willen we nog één ronde wachten terwijl er nog een nieuwe dingetje spannen? Nou, vroeger wat we hier vinden, zeg maar, dat had je eigenlijk pas in Chromiers ongeveer. Dus volgens mij... Nou, dit heb ik net... Is het allemaal een stukje fijner en beter geworden. Dus laten we gewoon lekker doorgaan en naar dat Chromiers gaan. Want volgens mij zijn we redelijk dichtbij onze epic loot. En het zou heel vet zijn wat we daarna kunnen doen. Dan kunnen we eindelijk naar de Giants toe. Of we kunnen naar het stomme schip van Duffy. Het kan allemaal. Oh. Ik heb een iedereen naar het schip toe. Dat wil ik niet toegeven. Ja, iedereen is verliefd op het schip, tuurlijk. Ik vind nog iets van pijlen. Hoe kom ik daar? Heeft iemand nog behoefte aan eten? Ik. Oké, dan ga ik je dat even geven. Wil je het gelijk opeten? Waar ben je eigenlijk? Ik ben op een dak. Oh. Helemaal achter, bij de grote boom. Daar sta ik op het dak. Ik ga eventjes namelijk alles een beetje rangschikken, want het ziet er echt niet uit in mijn inventory momenteel. Zo. En deze mag weg. En dan hebben we nog meer meloen. Dan hebben we hier vis. We hebben dan ook hier nog een bandage. 2 keer melk, ja. Ik heb nog nooit geen melk gebruikt in 5 afleveringen. Jullie? Ik ook niet, maar ik ga het nu wel een keer doen als ik rotte fles ga eten. Ik denk dat dat werkt namelijk. Nou, ik heb vis voor jou, is veel lekkerder. Ja, ik wil toch een keer proberen. Oké, ik ben ziek. Oh, are you kidding me? Nu is die stomme kist er wel. Ik ga toch even kijken bij die dikke kist. Het werkt daadwerkelijk zo. Wanneer je rotte fles eet, kan je daar nog een melk zuipen in zover. Ja, wel lekker. Zo'n soort gratis heal dus. Ja, vuur kan je uitslaan trouwens. Huh? Nu achter. Ja, vuur. Als je vuur hebt, kan je het gewoon uitslaan. Ik heb een granaat. Niet aan mij dit keer. Ah. Oké. Nee. Hey, eten. Ik heb 2 granaten. Ja, ik heb... Die kreeg ik de hele tijd vorige keer al. Ik ben er klaar mee. Ik heb allemaal eten voor je trouwens, Duf. Ja, ik zit in huis te loot, maar ik 22 pijlen. Zo. Geef alles maar aan Jurgen. Dat komt helemaal goed. Die kan heel goed boog schieten. Ben je al... Ik heb nu ook power in boog. Kom je beneden, Duf? Ja, ik kwam in het huis alleen voor het dak en ik ga weg met echt loot, daar word je niet goed van. Blijf maar doorgaan. Ik heb twee... Ik heb nog een hele ointment trouwens erbij. Lekker. Wie heeft er nog geen chain chestplate? En wil hem heel graag. Ik ook. Hé, waar is je hoedje? Oh ja, die heb je ook. Ik heb nog een chain chestplate, nog eentje en nog een chain helmet. Ja, geef mij er maar een en een Remco, want dan kunnen we mooi combineren. Duf, hier is je vreten. Dank u. Jurgen, hier is de granaat. Niet de rechter wuist op doen, naar ons toe graag. Ik heb nog een healing ornamite ding geval. Oh. Dan moet naar de zuster toe. Goed plan. Ja, maar ik heb ook al 9. Ja, en mijn inventory begint te vol te raken daarvoor. Die stek je niet. Ja jongens, ik denk dat wij lekker doorgaan naar het, hoe heet het, Chromuur. Zullen we daar gelijk naartoe rushen? Even kijken, dat is maar 130 en dan 1300. Ja, nog meer mensen die eten willen trouwens? Nee, Lise chestplate is bijna kapot en heeft nog wat nodig. Ik heb een half. Dus repareer eerst jezelf even, standaardregel. Oké. Nee, ik hoor, ontspan maar iedereen. Ik zie iedereen een keer kijken. Dan hier zo? Remco, wat doe jij met een stenen zwaard, vriend? Oh ja, sorry. Heb je wel een goeie? Hier. Ja, we zijn allemaal goed zo. Ik heb er al 1, ik heb er al 2. Maar hij heeft er ook voor mij heel veel van. Ik heb er nu 3. Mooi man. Kun je in ieder geval een full iron maken. We kunnen elkaar helpen als eentje bijna op is dan. Gaan we lopen? Yes. Laten we dan maar doen. Of wil iemand heel graag nog vanwege de drang naar kisten die daarboven pakken? Ik wil hem toch nog ja. 2 zelfs, daarboven ook weer. Ik ben verslaafd aan kisten, sorry. Wat waar boven, Revee? Ja, daar ook. Oké, dan ga ik dit huisje pakken. Dan gaan we echt door naar Chromuurs. Komt vast goed. Waar zat die hier dan trouwens? Hè? Jongens, dit huisje, waar zat die? Waar ben je? Ja, sorry.
bij de fontein? Dat ene waar, ja, waar die epic loot gevonden was. Op het dak bedoel je, die. Ja, hoe kom je daar? Oh, chain helm heb ik gevonden. Via lianen, binnenin zie je ergens lianen. Die leiden helemaal naar boven. Oh, je kan erin? Ja. Nee. Oh. Huh? Oh my god. Wat is er, Duf? Wat heb je gevonden? Je vindt hier in één kist een chain body, chain legs en een chain helm. Ja. Bizar dit. Lekker. Maar ik weet niet of het nodig is, zeg. Nou, hiel alles gewoon totdat je het niet meer kan hielen. Ja. Jurgen, waar was die kist hier? Gewoon binnen op de vloer, gewoon letterlijk in het midden van het huisje. Oh, dan is hij er niet. En je hebt er nog eentje omhoog ook, hè? Nou, dat is wel goed zo, jongens. We gaan kan niemand die kist hierboven pakken dan? Nee, die is gevuld door iemand van ons, dus die respawnt niet. Okay. Jawel, daar heb ik net een Power 1 boog uit en een Smite 1 Knockback 1 zwaard. Jackpot again. Die erboven? Better Falling Iron Boots. Ja, ik ben ook zo weer. Ik heb het troep in moeten stoppen, want anders kon ik het allemaal niet meenemen. Nee, okay. Vindt Feather Falling Iron Boots Feather Falling. Die moet je niet aandoen, maar die moet je bewaren, gek. Want die kan ik gebruiken als ik straks moet springen. Jump up. Heeft iemand nog een iron of nog een chain body nodig die bijna kapot is? Ik lust nog. Ik heb ook iron bodies. Jezus tering. Oh, wow. Oké. Okay. I'm coming home. Wie heeft er nu iron bodies aan? Dat is Duffy en... Jurgen. Oké, okay, hoeveel HP hebben die van jullie? Minder dan de helft. Einde. Ik heb maar anderhalf hartje damage. Nee, je body. Nee, iron body. Hoeveel procent als je moet schatten? 109. Dus bijna de helft. Oké. Okay. En ik heb echt eentje met 10% of zo. Dus Duf, doe jij maar dan. Ready voor mij. Mag jij je eigen zelf daarmee healen? Ja, heb ik al gedaan. Ik heb een volle chain. Oh, ik heb nu een half iron body. Ik moet alleen met chain leggings en met chain boots zou ik graag nog nieuw willen hebben. Maar voor de rest... Ik heb iron niet boots. Meer ik alleen inderdaad ook leggings en boots. Laten we gaan inmiddels, of niet? Ja, welke kant is het op? Ik zou zeggen die kant op, hè? Ja, ja, dat dacht ik wel. En dan gewoon één rechte lijn. Ja, die misten we nog? Oké. Okay. Kom maar aan. Er heeft zombies achter zich aan. Ja. Die wil Iron Boots. En pak alleen nog deze heb je kist, Iron jongens? Boots gevonden? Ja, en dat Iron Boots verder vallen in. Ja, twee stuks. Die. Ja, die moet je even bewaren. Nee, ik heb twee stuks. Wat? Twee leggings. Bewaarde de Enchanted en die gaat naar Duf. Auwe, je bent bijna full iron, man. Ja, ik. Okay. Jurgen heeft nog geen chain, hè? Oh. Dat is het probleem. Die heeft wel een iron body daarentegen. Ja, nog een chain. Oké, okay, dat is niet zo moeilijk, man. Die kist daarboven is wel weer gespand. Ja, oh, die is voor jou. Ze blijven bezig, denk ik. Ja, nee, dat gaan we niet doen. We gaan, okay. We gaan lekker lopen, kom. Een heel stuk lopen trouwens. Klopt. Dit was wel een van de meest epic loot sessies ooit volgens mij. Nou, ik heb dit keer nog nooit gehad. Dus dit is bizar. Voor mij weer een mijlpaal dit. Dus bizar. Nu kun jij mensen makkelijk 1v1 rekken. Als ze niet hacken tenminste. Zou kunnen. Even kijken, komt er nog water aan? Nee, we moeten nog helemaal door tot met Chromier zonder water. Yep. Dus ik ga toch even drinken. Ik heb drie bottles. Wacht eens even Duf. Blijf staan. Even, draai eens om. Stukje. Oké, en draai nou nog een keer om. De man met ijzeren armor gaat bij deze zeggen tot ziens. En de volgende keer gaan we verder met MyZ natuurlijk. Laat even een like achter en abonneer even op DDC. En ook op de kanaal die in de beschrijving staan. Echt mooi hè, zo'n random outro is random. Jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Later.